Deze instructievideo gaat over het Mazda Connect systeem te bedienen met de HMI Commander. En we beginnen met het bovenste menu informatie. Het informatiemenu bereiken we door te klikken met de HMI Commander, dus drukken op de knop. Dan komen we in een submenu. Daar kunnen we kiezen door te draaien met de knop, het schuiven van de muis over de muismat. En dan vervolgens weer klikken voor wat je wil hebben. We nemen de bovenste even en dan komen we in de brandstofverbruikmonitor. Die heeft verschillende submenu's. Die kun je ook weer bereiken door nog een keer te klikken. Dan zit je, net zaten we bij het brandstofverbruik, maar je hebt ook nog de energiestroommonitor. Klik. En dan zitten we hier. Dan zie je bijvoorbeeld bij een Skyactiv X rechtsboven de status van de motor. Bij andere motoren ziet dat er iets anders uit. Nog een keer klikken betekent dat we weer terugkomen in dit menutje. En dan geschiedenis brandstofverbruik. Dan kun je zien wat je verbruik is geweest over de afgelopen periode. Links in beeld staat ook een knopje met klikken op het menu. Als ik dat nu weer doe, kom ik weer daarin terecht. Wil ik weer een niveau verder terug naar de homepage, kan ik of klikken op het huisje knop of op het kromme pijltje. En dan kom ik weer terug. Er zit natuurlijk nog meer in het menu informatie. We hadden net de brandstofverbruikmonitor, maar er is ook nog een voertuigstatusmonitor te bereiken. Dus weer door te klikken met de muis, door op te drukken. Het volgende onderhoud wordt ingesteld door de dealer. Ik draai nu weer met de knop, dan kom ik bij onderhoudsdetails. Klikken door te drukken en dan kom je bijvoorbeeld bij de afstand tot de olieverversing. Dat wordt ook ingesteld. De bandenspanningscontrole is daar zichtbaar. Wil ik nu weer terug, dan kan ik, omdat er links in beeld een pijltje staat, kan ik kantelen naar links met de knop. Dat doe ik nu. Of ik kan ook met een pijltje, het kromme pijltje terug en dat doe ik nu. Dan kom ik dus ook weer een menu terug. Daaronder staat nog de gebruikershandleiding. Klikken met de knop. En dan komen we in een gebied wat eigenlijk alleen maar te zien is als de auto stilstaat. Dit is de complete gebruikershandleiding die zeg maar altijd op papier was, maar die staat hier nu digitaal in. En alle onderdelen die je maar kunt bedenken staan in dit menu. Draaien en drukken en lezen en terug. Het pijltje staat links in beeld, is kantelen naar links of met het kromme pijltje op de display hier beneden bij mijn hand kon je ook weer terug in het menu komen. Nog een keer op het kromme pijltje terug en ik zit weer hier. Nog een keer met het kromme pijltje terug en ik zit weer waar ik ben begonnen bij informatie.